Hey, hoi. Yo. Zo, hè? Nou. Hallo, Koek FM. Hoi, mensen. Hoi. Hey, we hebben gasten in de studio. We hebben twee gasten in de studio. Eentje die hoort hier en de ander die is een soort van verstekeling. Niels van Diemen, a.k.a. Nelis. Goedenavond. Hallo. Hallo, Nederland. Hoi, ja. Hoi mama. Niels, we zijn blij dat je er bent. Ja, leuk man. Ik ook, dankjewel jongens. We dachten eigenlijk dat het een soort van voorproefje werd van een nabije Apex, maar dat werd een beetje anders. Ja, klopt. Nee, het was een dubbele boeking soort van. Dus die datum die wordt opgeschoven. Maar wanneer? Ja, dat is een hele goede vraag. Oké. Okay. Ah, daarom stellen we hem ook. Maar hoe is het met Apex? Ik heb no answer, boy. Hoi. Wanneer krijgen we weer een Apex? Nou ja, dit jaar? Ja, dit jaar zeker nog. Nou nee, trouwens, het jaar is bijna afgelopen natuurlijk. Ja. Dat zeg ik nou wel eens toe, maar dat is niet zo. Nee, we zijn wel bezig met wat dingetjes, maar dat klinkt heel cliché, maar dat kan ik echt nog niet. Oh, daar gaan we. Oké, lekker. But yeah, we got a little something. Nee, yep. Wat ga je vanavond doen? Vanavond ga ik een beetje dubby house en techno draaien, denk okay. ik. Oké, alright. Nice. Ja. Ja, ik wil je trouwens nog bedanken voor twee weken geleden. Die zondag of drie weken is het alweer geleden. Ja, de IJssel, die laatste mooie dag van het jaar. Oh, wat was dat mooi. Ja, dat was leuk. Lekker de zon onder zien gaan aan de IJssel. Zo, dat was heel vet. Superleuk voor jullie. Was, dat. Was jij er niet bij, Dennis? Ik had familiedag. Ah. Is ook leuk. Ook te gek hoor. Het was echt superleuk. Tuurlijk, als je een leuke familie hebt. Ja, nou ja. Dus was het echt leuk voor jullie dat het toen was. Oh shit, maar mijn ouders luisteren ook vaak. Dus was het trouwens ook echt best wel leuk. Natuurlijk, het is altijd goed met je familie. Ja, het was gezellig, maar allemaal lekker weer. Nou, je weet toch, het is allemaal gewoon gezellig. Maar Dennis, met ADE, heb je nog wat gedaan dan? Ja. Ja. Ik ben naar Swamp 81 geweest, mijn favoriete label. Ooit, met Lova en Pillman en Chunky en Lamont. En dat was heel erg tof. Wat heb jij gedaan dan, Leon? Ja, ik weet het niet meer. Nee, we zijn... After! Nou, we zijn geëindigd met een sluwe vos in de thuishaven. Zijn daar beelden van? Nee, die laten we niet zien. Okay. Maar die zijn er dus. Ja. Nee. Lieve luisteraars, als iemand een foto of een filmpje van Leon heeft, stuur hem even. Nee, dat was heel mooi. Dus, nice. Was gezellig. Cool. Ja. En jij dan? Heb jij nog wat gedaan met de ADE? Ja, wij zijn naar Awakenings geweest op zondag. Ja. Naar die Clockworks fotonavond van Ben Clock. Dat was helemaal niet tof, heb ik gehoord. Nee, het was vet kut. maar hij heeft een nieuw concept, foton. En dat is helemaal ingericht op een hele beleving als het ware. Dus hij heeft een heel licht plan. En het is allemaal echt totaal andere beleving aan Awakenings, zoals het eigenlijk. Dus het was heel tof. Ja, het was echt vet. Geen poespas, normaal heb je bij Awakenings lezers en disco bollen en bla bla bla. Ook leuk. Maar deze keer was dat niet. Ja, dat was echt heel tof. Vet. Okay, ja, dus het was een gruwelijke avond. En halverwege de avond was Dex J en die ging eigenlijk een beetje te hard. Toen was het, Deadman moest daarna. Master Deadman. En toen dachten wij, wat gaat hij doen hierna? Want die Dex J was echt op 100, weet ik veel, 35 BPM aan het knallen, denk ik. Dus wij dachten, nou, ben benieuwd. Ja. Maar hij ging gewoon echt 10 stappen terug, maar dat deed hij op zo'n gruwelijke manier. Dat hij gewoon in 2 uur tijd bouwde hij het gewoon weer helemaal op naar het party. En stoomde die boel zo vet klaar voor Ben Clock, dat die kon niks meer fout doen eigenlijk. Ja. Wauw, vet. Ja, dat was zo dik jongens, echt. Ja, heel vet, ja. Dus lekker. Goed vermaakt in Amsterdam. Kijk. Goeie AD Deventer. Zullen we Amsterdam nog even bedanken? Bedankt Amsterdam. Ja. Wij hier aan de andere kant van het oosten. Het verre oosten. De regio. De regio. Dat las ik ook ergens vandaag. Ja, dat heb ik getypt. Ja. Oh ja? Randstad en de regio. De Randstad en de regio. Ja. Dat is weer een heel ander verhaal. Wow, oké. Maar we gaan zo muziekjes draaien. Ik zou zeggen, goede vondst. Goede vondst, dat heb je goed gevonden. Maar om nog heel even stil te staan bij onze extra gast in de studio vanavond. Ja, dat is een oude bekende Deventenaar die ooit is geëmigreerd. Ja. We hebben hem uit de stof getrokken. Hij is inmiddels 81 jaar. Dames en heren, een beetje respect voor deze oude man. Wietse Senema. Wietse Senema. Hallo. Ja, ik ben even weer in het land. Dus ik dacht, ik kom even langs op bij Koek FM. Even inspecteren. Ja.
Ja, hoe die gaat. Hoe is het ja. met Deventer en je volgens jou? Nou, er is niet zo heel veel veranderd eigenlijk. Beetje same old. Wat? Ik zie dat je de setting hier wat anders hebt bij Koek FM. En ja. Niels de Kleine is een jaartje ouder geworden, dus dat is ook wel leuk om te zien. Maar voor de rest... Wanneer? Vandaag? Nee, een tijdje geleden al, maar voor sinds ik weg ben. Gefeliciteerd. Ja. 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 Niet uitgenodigd, dat was ik. Ja. Alweer niet. Zet altijd. Ik heb best gedaan. Maar lekker man. En jij zit nu vaak in Sri Lanka. Ja, klopt. Ik ben geëmigreerd. Ik zit nu in Sri Lanka en daar werk voor een ontwikkelingsorganisatie. Dus het is heel wat anders, maar precies wat nodig is in mijn fase van mijn leven. Dus goed naar mijn zin. Oké, dat klinkt heel diep in jouw fases van mijn leven. Ja, zo gaat het toch? Het leven gaat zo in fases. Leon, sommige mensen die gaan echt wat doen met hun leven. Sommige mensen blijven radio maken. Oh. Ja. Moeten die jongen wel naar mijn soundboard? Balboom. Ja. Nee, dus dat is wat ik doe tegenwoordig. Ah, nice. Lekker man. Ja. Nou, ik zet ondertussen heel zachtjes zo vast een klein beetje muziek aan, want dat moest van Niels. Heel goed. Ja, laten we direct maar weer verder gaan op de volgende. De muziek, kun je misschien de volgende plaat aankondigen? Ik heb geen idee welke het is, maar het klinkt goed. Veel plezier. Ja, wat onze kerstfeste gast hier nu heeft vandaag. Wij moeten het nog ergens over hebben. Ja, inderdaad. Ja, en dat heeft iedereen natuurlijk al lang en breed gelezen in de grote mediakanalen van Nederland. Maar Koek FM... Yes, yes. ...wordt onderdeel van... Deventer 1250. Yay! En dat is echt gek, want dat betekent dat wij in 2018 elke eerste koopavond van de maand gaan streamen ergens in de binnenstad van Deventer. Ja, de eerste, de tweede of de derde? Hadden ja, we, nou, ja, ja, we ja, hebben ja, gezegd ja. de eerste, maar ja, misschien worden het wel de tweede of de derde of de vierde. Ja, wat is het nou dan? Waarschijnlijk de eerste. Tenzij het schrikkelmaand is, en dat is vier keer per jaar, dan doen we het op de vierde. Nee, dat kan dan niet. Nee, maar dus, dat is wel echt te gek. Wat we willen gaan doen is in 12 uitzendingen willen we het muzikale landschap van Deventer in kaart brengen. Als het lukt. Ja, precies. Dus mocht je een tof idee hebben voor ons, schrijf het op een briefje. Stuur het naar Koek FM. Maar daar kun je al een voorbeeldje geven van. Wat is het muzikale landschap van Deventer? Ja, wat voor dingen vraag. Zou je dan in kaart willen brengen? Ben nou ja, wat we willen doen is... Nou, ik kan, laat maar zeggen, als ontwikkelaar iets met Google Maps doen. En dan breng ik het gewoon daarmee in kaart. Ah, oké. Okay. Ja, precies. Dus, ik vind het niet Koek fijn. Wordt er wordt Google nu, Maps. Er wordt onnodig verwarring geschapt hier. Koek Maps. Koek Maps. Nee, dus, anyhow. Maar inderdaad. Wat gaan we eigenlijk, wat wordt dat muzikale landschap? Ja. Zou je een voorbeeld kunnen geven van zo'n editie? Hoe gaat dat dan? Ergens in de binnenstad van Deventer is natuurlijk een heel Doe je ogen eens dicht, Lietse. Doe je ogen dicht. Waan jezelf in een leegstaand winkelpand in de binnenstad van Deventer. Het thema van de avond is klassieke muziek. Nou ja, dan een beetje om in jouw vondst thema te hebben. De Leeuwinuskerk lijkt me wel een mooie locatie. Ja, dat is geen leegstaand pand. Er gebeurt niet zo heel veel, ik weet niet. Moet je vaker komen. Nee, maar ja, ga je genoeg naar de kerk? Ja, ik ga naar de Kovil, de Hindoe Kovil in Sri Lanka. Okay. Je moet je spirituele bewustzijn wel goed onderhouden. Het heeft een beetje te maken met de nieuwe levensfase van Wietse. Om terug op thema te komen. Dus, dat wat betreft de aankondiging, Deventer 1250. Dames en heren, al onze website in de gaten. Ik heb nog wel een vraag. Wat hebben jullie verder nog voor plannen? Ik heb Leon laatst namelijk gesproken. Nou, ja. Zoals die zei, we zijn ook wel misschien nog wat meer dingetjes van plan. Ja, nieuwe, spannende... Hebben we mijn mond weer voorbij gepraat? Ik weet hier helemaal niks van. Jawel, Dennis, we hebben het er al vaker over gehad. Oh ja, dat in je blootje. On camera, ja. Naked sessions. Dus... Nee, er zijn wel wat plannen, maar er is ook iets van, wij bestaan binnenkort 3 jaar. Sowieso. Dit is trouwens onze 74ste uitzending. 74ste, ja. Dus de volgende, regulier, hè, regulier. Bietse en ik voelen ons vet vereerd. Nou ja, dat is op zich niet heel bijzonder. Ja. De volgende, dat is eigenlijk de bijzondere uitzending. Maar oké, nu ook. De pre-party. Dus maar dat was wat je bedoelde, hè? Nou ja, ik weet niet. Gewoon Leon had het wel over. Misschien is op andere plekken of iets dergelijks. Ik zou het zo tof vinden om ooit een keer in een badkamer te streamen. Dat lijkt me zo vet. Oh, ik heb wel een badkamer te beschikken, man. Okay. No problem. Oké dan. Maar Leon en ik heb al wel vaker tegen Leon gezegd. We moeten eens een keer iets heel geks doen.
Dus dat kan ik hier ook wel gewoon nu even droppen, denk ik. Ja, dat is vet om gewoon een dikke marathonsessie een keer te doen. Ja, de marathon. Het idee is al zo oud als Koekenfan bestaat, man. Ja. Ja. En nog steeds is het 72 niet uur. 74 edities verder. En ja. Nog steeds niet plaatsgevonden. Nou, het is goed dat het weer onder de aandacht komt. Ja, precies. Nee, dat vind ik fijn dit jaar. Laat het maar even in de media verspreid raken. Oké, okay, marathonsessie. Dus, wanneer? Ja, ik zeg... Ja. De langste dag. Ik heb namelijk wel een tof idee. Dat we gewoon echt een 24 uur sessie gaan doen. Ja, ja. Lijkt me vet. Ja. Ja, de idee bestaat al een tijdje bij maar ons. Maar het probleem is, dan gaan we DJ's vragen en dan komen we uiteindelijk uit op een 118 uur sessie, denk ik. Want iedereen wil 4 uur draaien. Moet ik mijn hele platenkast draaien? Nee. Ja. Lijkt me tof. Nou, ik ben sowieso voor. Hier in de werkplaats. Hier in de werkplaats? Ja. Oh, dan moet ik het eerst een beetje opruimen dan. Ah, een beetje ruimte maken. Ah, joh. Maak dat dan uit. We doen het gewoon hier in de gang. Ja, lijkt me goed. Nee, nee, tof. Die, kunst komen ik ga weer een plaatje draaien. Ja. Oh. Dat ben je mooi geweest. We denken er even over na. We denken er even een jaartje over na, goed? Ja. Oké dan. Hey, de volgende plaat is van Chunky. Dat is die gast bij wie ik dus was tijdens ADE. Oh, vet. Dit is een hele vette plaat van hem. De laatste release.